Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie weer mee in mijn week. Het gaat weer een volle leuke week worden, dus kijk gezellig mee. Het is ondertussen 11 uur en de tijd vliegt. Ik heb al heel veel gedaan, dus dat is fijn. De bloemen staan er weer mooi in. Die heb ik er net allemaal ingezet, zoals je achter me ziet. En we hebben weer echt prachtige bloemen. Echt een leuke tijd nu we richting de herfst gaan. Heb je echt steeds meer mooiere bloemen bij het seizoen. Dus dat is heel erg leuk. En ik, zoals je net zag, heb ik een ring opgemaakt. Ik heb al boeketten gemaakt. Die staan klaar. En het is tijd om nou te gaan inpakken. Oh ja, en ik heb de planten ook al gedaan. Dus ik heb er al een mooie ochtend op zitten. En ik hoor nu net de vrachtwagen aankomen. Want er komt zo'n pallet binnen met allerlei potten en glas en dat soort dingen. Dus die komt ook nog binnen. Gaan we ook nog uitpakken. Er is weer een pallet binnengekomen. Dus ik ga jullie even laten zien. Er zitten hele mooie potten in. En wat glaswerk. Dat is heel erg leuk. Wat standaard glas, wat melkbussen middel en dan heb ik ook wat groter, dus niet heel erg bijzonder. Maar ik heb wel hele leuke potten en een beetje de najaarskleuren. Waaronder dit leuke glas waar je zo'n plantje in kan doen. Heel erg leuk. Je ziet in het najaar heel veel weer de kleuren anthraciet en goud en dat soort kleuren terugkomen. Dus ik heb ook goud en ik heb het ook in een anthraciet kleurtje, dus ook echt heel erg mooi. Het is ook echt heel mooi van binnen glazuur, dus echt makkelijke pot. Kijk, die heb ik ook in een anthraciet en die heb ik ook in schaaltjes en zo. Echt heel erg mooi, blijft altijd goed. En dit is super mooi. Dit is een kleine variant, maar je hebt dus in 3 maten ook echt super groot. Kijk, sowieso die vorm heel mooi, maar ook echt... En leuke prijs weer, dus ook leuk. Kijk, ook echt super grote. Heel gaaf. Deze betonbloem. Echt super mooi. Heb ik ook even verschillende maten. Dit is een grotere versie. En deze heb ik ook nog een iets ander model. En dan deze set, ook op beton, doe ik heel mooi. Ook in 3 maten, ga ik zo even uitpakken. Binnen die gaan we zo op water zetten. Nog maar vol. Zodat de stelling weer mooi vol staat. En ik ben bestelling aan het pakken. En ik ga zo beginnen met bruidswerk. Dus dat is leuk. Dus ik neem jullie weer mee met het maken van het bruidswerk. Woo!
de volgende dag en het is nog vroeg voordat de winkel opgaat. Maar het bruidswerk is af. Ik heb net een mooie corsage gemaakt en die helemaal mooi afgewerkt. En ik ga alles nog even nachecken en dan wordt het straks met een half uurtje opgehaald. Dus de dag goed beginnen. De bloemen zijn gisteren allemaal ook nog in de winkel gezet. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik gisteren allemaal heb gefilmd, want het was een aardig hectische dag. Maar wel, we hebben echt gewoon heel veel gedaan. Dus allemaal wel leuke dingen. Ik heb straks al wat leuke bestellingen die ik ga opmaken. Daarin neem ik jullie weer mee. Dus ja, ik ga gauw weer verder met mijn werk. Ik heb weer nieuwe bloemen binnen. Weer opnieuw nieuwe bloemen. Die worden ook weer in de winkel gezet. Kijk, het staat weer helemaal vol. Dus die ga ik zo in de winkel zetten. Maar ik ben zo druk met bestellingen. Ik had er heel veel. Net is een mooie pot opgemaakt die ik net heb laten zien. En nu heb ik nog een aantal bestellingen. En dan kan ik verder met de bloemen in de winkel zetten. En dan de DIY-pakketten inpakken. Het is een hectische dag. Dus ik probeer zoveel mogelijk te filmen. Maar het is zaterdag en ik neem jullie vandaag weer mee. Ik heb al bestellingen gemaakt. En er is hier een meisje. Ik heb hulp. Die maakt ook mooie bloemstukjes voor iedereen. Voor zichzelf en voor bij ons op tafel. Wat kun je dat goed? Ja. Yeah. Ik zal jullie straks het resultaat van haar laten zien. Voorzichtig pakken. Dat is echt mooi, hè? Ja, nog meer. Je mag er nog wel eentje. Deze. Dus heel voorzichtig pakken dan. Moet ik je helpen? Of moet ik dat? Helpen. Ik ben helpen. Moet je nog eentje? En dan heb je wel genoeg. Wist er nog maar eentje uit? Deze, maar die heb je al. Wil je geen andere? Of wil je dezelfde? Ja. Nou, neem ze maar mee. Gaan we een mooi bloemstukje maken. Ik ben ondertussen een DIY aan het opnemen. Hij is nog niet klaar, maar mijn batterij was leeg. Ik heb hem net vervangen. Maar wat wel echt super mooi. Met droogbloemen, maar wel heel veel natuurlijke materialen. Hè? Dus hoe gaaf is dat? Ik ga ook nog laten zien hoe je hem kan ophangen en kan neerzetten. Dus dat is natuurlijk super leuk. Maar ja, voor de rest vandaag heb ik niet zo heel veel kunnen filmen, want het was echt heel druk. Het was gisteren heel druk. Wat natuurlijk super leuk is en super goed is hier in de winkel. En ja, waar ik natuurlijk ook heel blij mee ben, maar waardoor ik iets minder kon filmen. Daar ben ik weer. Het is ondertussen een paar dagen later. Het is een donderdag erop. Ik weet eigenlijk niet meer wanneer ik voor de laatste heb gefilmd. Maar jullie wouden een lange vlog, zeiden jullie de vorige keer in de vlog. Of tenminste, een langere vlog vinden jullie wel prettig. Dus dat gaan we gewoon weer doen. Ik heb heel veel bloemen binnengekregen. Een deel staat al in de winkel en de rest ga ik in de winkel zetten. En dan ga ik heel veel leuke stukjes en boeketten en dat soort dingen maken. Ik kreeg ook heel veel de vraag of ik het wat langzamer kon afspelen. Dat ga ik ook meenemen. Ik dacht juist van, ik wil het niet te langdradig maken. Maar jullie vinden het prettig als jullie het wat beter allemaal rustiger kunnen volgen. Dus ook dat ga ik doen en kijken we gezellig mee. Thank you.
Goedemorgen, het is ondertussen de volgende dag en ik ga eventjes een video opnemen. Het is nog voordat de winkel opgaat en daarna ga ik weer lekker aan de slag en neem ik jullie vandaag weer verder mee. Het was gisteren een drukke dag, dus ik heb wel een aantal dingen kunnen filmen, maar het is gewoon lekker druk in de winkel, dus ik hou er wel van. Ik ga het licht aan doen en filmen en jullie zien me zo weer. Zo, de video staat erop. Hij is echt super leuk geworden. Ik ben er weer heel enthousiast over. Het verbaast me soms zelf dat ik het er weer uit krijg. Want vanmorgen was ik een beetje inspiratieloos. Maar als ik dan bezig ga, dan komt er weer iets heel leuks uit. Dus ik ben heel blij mee. Ik ga gauw buiten zetten en laat ik jullie zien. Dit is hem geworden. Hij is een beetje zwaar, dus ik kan het een beetje moeilijk laten zien. Maar het is een aparte herfstaart. Ik vind hem zelf echt mooi van kleur. En hij is ook super sterk, dus het is echt leuk. Misschien dat hij nog wel te koop is als je deze video kijkt. Maar dat weet ik niet. Het gaat soms echt super hard, dus ik heb het nooit in de hand. Maar ik ben er helemaal enthousiast over. Helemaal omdat ik een beetje inspiratieloos begon. Maar vaak als het dan bezig gaat, dan gaat het vanzelf. En heb ik weer heel veel ideeën. En ik heb nu ondertussen alweer uit zoiets komt vaak weer nieuwe ideeën. Dus ik heb alweer heel veel andere leuke ideeën waar ik ook mee aan de slag ga. Dus gauw verder in de winkel met boeketten maken en zorgen dat de boel weer vol komt te staan. En ik ga even bestellingen bestellen voor de bestellingen. Ik heb allemaal mooie verse boeketten bij gemaakt. Het was weer aardig leeg, maar het is weer aangevuld. En ik maak het straks nog weer mooi bij. Verschillende soorten. En de kast is ook weer mooi gevuld, dus dat is ook wel even leuk om te laten zien. Ik film natuurlijk heel veel in de winkel, maar we hebben natuurlijk ook achter de winkel nog een mooie kast die gevuld is met planten. We hebben heel veel heide en vaste planten, grassen, dus ook altijd weer mooi. Ik heb weer veel nieuwe bloemen binnen. Het staat goed vol, maar echt hele mooie bloemen. Mooie herfstbloemen ook. Dus die ga ik op water zetten, ga ik ze in de winkel zetten. En ik ga zo nog een mooi bloemstuk maken. Dat ga ik jullie ook even laten zien. Zo, de dag zit erop, of tenminste bijna op, we zijn aan het opruimen. Maar wat wel leuk is, is dat ik dacht, het is misschien wel leuk om alvast een beetje kerst met jullie te delen. Want ik kom volgende week binnen, dus een kleine sneak peek. Ik zoek eventjes de foto's op. We hebben echt hele leuke dingen, voor hele leuke prijsjes, dat is helemaal geweldig. En ook mooie ondergronden, dus ik zal jullie eventjes het een en ander laten zien. Kijk, super mooi. Het zijn takken met lampjes, dus dat is sowieso echt super leuk. En dat is nog maar echt een heel klein deel wat er binnenkomt. Want er komen al meer dan 100 verschillende kerstballen binnen. Dat is ook echt heel gaaf. Die gaan we volgende week ook uitpakken. En ik heb net ook nog heel veel leuke andere ondergronden voor DIY's besteld voor de kerst. En en de winter en dat soort dingen. Dus echt gewoon super leuk. Dus vind je het leuk als ik daar een shopblog van maak? Zeg je van, goh, dit zou ik nu al leuk vinden om te zien en eventueel online te shoppen. Laat even hieronder weten. Want wie weet post ik dan tussendoor gewoon ergens een shopblog, een leuk videootje op YouTube. Waarbij ik alles laat zien als ik het uitpak. En ik kan het natuurlijk gewoon aan de webshop toevoegen. Ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je te hoogte voor alle leuke video's. En er komt heel veel leuks aan. Dus dat wil je gewoon niet missen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!